40 jaar boer, mijn dochter is net 2 jaar in het bedrijf. Nou, de ene keer slaan we met de vuist op tafel, de andere keer zit je te janken aan tafel. Zij hebben gewoon niks te verliezen. Maar ik verdomme het om die agenten die het politieauto voor mijn stroom te blazen. We hebben de middelen, maar dat heeft geen zin. Die mensen doen ook hun werk. Echt. Maar we blijven strijden en dit politiek zal een keer vallen of te vertrekken. En die gasten die zitten er 4 jaar, 4 jaar helpen ze het land aan de kloten. En die Rutte blijft natuurlijk weer langer, die rat. Maar na 4 jaar zijn ze weg. En dan komt er weer een ander, die heeft weer een nieuw plan. Maar die boer die zit hier al duizenden jaren. Dat gaat, boer ben je niet, of boer word je niet, boer ben je. Mijn kleindochter is 3 jaar oud. Ja, mijn zieke paarden, 3 jaar. Waarom zo'n knol? Ja, dat zit erin. Moet ik dat eruit slaan? Ik ben opa. Moet ik dat eruit slaan dan? Dat kan toch niet? Ja, dan sterf ik nog liever. Ik sterf nog liever dan dat ik opgeef voor deze waanzin. Dan zal ik even Heb nog een 6 uur en dat je kapot. Voor een paar centen vreet op zijn bad. Donder zat parken voor mij nog uit. Het is niet de prestatie die daar nog telt. Maakt het zo saai? Ja. Waar kunnen de helden die surfen zichzelf? Grote knip op de lucht in. Oh nee, daar zat hij nog. Nou, die jongen knippen. Ja. Dat is leuk om te vliegen. Ik denk alleen dat hij... Ik denk alleen dat je even een maandje moet werken. Zo heen.
nog weer, ik breng steeds een aantal en ik steek wat auto-onbeleefd met een heleboel vingers aan mij. Ik denk met mijn moeder in die boeren. Ja, ik heb de oude deel zetten, hoe is het ermee? Hier is ook verzamelen, denk ik. Ja. Hoppa, in de berm. Goed zo. Geweldig. Moet er nog meer komen. Je hebt dit hier doen. Zoveel zijn jullie deze rijden ergens anders heen. Liggen op de macro, denk ik, misschien wel vastzetten. Nee, macro heeft het daar. Ja. Hier kijk allemaal. Beurs, hoppa. Zijn we lekker aan het hakselen, jongens? Spelen player en pimp, nee? Dan mag jij het zeggen. Voor mij lijkt het op totale chaos sinds 9-11. Ik heb opgelet, het is een gekkenhuis. Totaal geen afvangst van de smet en ruis. Doe je weinig aan, velen gaan voor eigen vaan. En zo wordt er bijna geen water bij de wijn gedaan. Ken je maten, waar mensen praten met citaten. Maar soms verdraait men woorden waardoor men gaat haten. Vaag begrip, ik haat niemand, ik haat die shit. Ik laat je s'avonds liever weten hoe laat het is. Nu worden verhalen nagedikt of afgeslankt. In het diepste geheim maakt dus niks een masterplan. Een campagne voor het gaaiers en een rattenplan. En alle mensen positief bezig, wat up is dan? Het is een gekke huis, sleep je door de dag. Geef je deze woorden kracht. Ik dacht dat het met mij wel goed ging. Nu heb ik alweer last van mood swings. Zie het land als een huis en wij zijn de gekken. Eigenwijze rappers, valt geen pijl op te trekken. De sfeer is schimmig en het ligt niet aan de weerberichten. Werkloosheid, mensen staan rood als verkeerslichten. Ik zie het nieuws, het vliegt naar mijn keel. Op die momenten weet ik zeker dat ik geen kinderen wil. Waarschijnlijk ben ik egoïst, neem ik twee kids en leer ze leven in het gekkenhuis dat deze wereld is.
zeg, ja wat moet dat? Ik zie dat zorgen mij doet lijken op een dak. Ik kijk strak, maar voel me niet op mijn gemak. Heb het gevoel dat de trap is onder mijn schedeldak. De wereld wordt strak, waaraan niemand zich aan ontsnapt. Stinkende straten met hier en daar een vuilniszak. Massaconsumptie maakt van de wereld de vuilnisbak. Al heb je een job, je blijft gewoon een luilak. Mijn stiekse data voor de olievat. De islam zou een bedreiging vormen voor onze gemeenschap. Een vette pick-up voor de wetenschap. Voor het slappen voor niks en ik zeg je en ze weten dat. De medische wereld in plaats van een hersenkwak. Voor een behandeling moet je eerst laten klappen. Mensen lopen met iets maar zetten niet de stap. Een beetje therapie is toch al gauw een dure grap. Geen ochtendblad zonder nieuws over Irak. Voelkolle foto's en artikels voor een roddelblad. Aan hongerstervende kids schenken ja, geen aandacht. Begin niet over AIDS, want dat staat niet op het programmablad. Die shit wordt weggezakt, of er wordt die gepakt. Tegen de dagelijkse stress wordt mijn ladder zat. Of er wordt diep geklapt, of er wordt dit genakt. Het maakt niet uit ieder zijn manier hoe die ontsnapt. Een beetje kijken naar hoe mensen worden opgeknapt. Of een dagje met een BN'er op stap. Of een dief die met geweld wordt opgepakt. Science fiction films vinden ze allemaal knap. Waarheid is hard, maar verre van dat. Ja, wat die staat als David en de wereld dat is Goliath. Zeg jij maar lekker man, die kill die is niet wijs. Maar ik ben me bewust, we leven in een gekke huis. Gekke huis. Gekke huis. Het is een gekkenhuis, wat zeg ik ziekenhuis? Ik leg het uit, zeg het zelfs in gebrekkig Duits. Het is een krankenhuis, ik wil erover praten. Voordat ik dopen en begraven. Kids van 12 lopen met de nieuwste Nokia's. Of schieten plaatjes met digitale fotocamera's. Jonge dames geloven de laatste modeplaatjes. En leven nu op slaatjes en een glaasje water. Vissen zwemmen tussen gedumpte olievaten. Nog even wachten, moeder aarde zegt we spreek je later. Oorlog gaat door, de steen gooien. De Palestijn staat nog steeds tegenover de zwaar bewapende Jood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden langs de Gazastrook. Op 5 mei brandt de fakkel voor de vrijheid. Maar waar de fuck is dan die vrijheid? Ook al ben ik klein als Calimero, man, ik kijk uit mijn doppels of ik draai aan de knoppen. De tijd zal het leren, ik stop niet met blijf balanceren. Neem weer een keer een kijk in de gele huis. Busje of 20 of zo. Wel ja. Meer is. It's coming. Yo! Oh joh, het zijn ook echt veel al. Hoe zit het erin zitten? Een busje. 8. Jongens.
Wij doen niks, we staan hier gewoon. Precies, openbare weg. Openbare weg. Nee, met de auto. Ja, zijn er wel flinke busjes. Stukken wat. Hier is al wat. Hier spreekt de politie. Attentie, attentie. In opdracht van de burgemeester van Heerenveen is deze betoging beëindigd. U wordt gevorderd dit gebied per direct te verlaten. Indien u hier niet aan voldoet, dan zal geweld gebruikt worden. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. In opdracht van de burgemeester van Heerenveen is deze betoging beëindigd. U wordt gevorderd dit gebied per direct te verlaten. Indien u hier niet aan voldoet, dan zal geweld gebruikt worden. Wat is voor onze veiligheid? Dit. Hey. Ik moet er nog appen. Voor alle aanwezigen voor de politieauto, u dient het gebied nu te verlaten. Anders zal of kan er geweld ook tegen u gebruikt gaan worden. Dus nogmaals, dames en heren, op het grasveld, verwijder u uit dit gebied, anders kan er geweld door de politie worden gebruikt. Dit is geen grap. Hij helpt mij ook. Ja, doe het voor normaal. Politie werd omzeilen. Nee, ze rieden overal omheen. Ze zitten in de spiegelhek mee achter mij. En dan vliegen ze hier alweer langs de sneldijk en dan gaan ze de distributiecentrum herblokkeren. Diddy, kom! Chris! Die was er niet! Oh! Ja, puur. Ze gaan het hier dicht zetten, dan komen ze straks allemaal op elkaar. Allemaal. Ja, dan gaan we elkaar komen. Komt er ja, schop zo wel aan de andere kant. Ik ga allemaal.
aankomt. Zit dan, begin om te blokkeren. Nou, daar komen de stoere mannen in kolonne aan. Hier spreekt de politie. Attentie, attentie. In opdracht van de burgemeester van Heerenveen is deze betoging beëindigd. Wie niet aan voldoet, dan zal geweld gebruikt worden. Kom maar op! Hier spreekt de politie. In opdracht van de burgemeester van Heerenveen is deze betoging beëindigd. U wordt gevorderd dit gebied per direct te verlaten. Indien u hier niet aan voldoet, dan zal geweld gebruikt worden. Oei! Zo, rijden dik. Ik ben meestal in Alfort. Wij net. Kijk je melk uit. Stoere kerel. Dan moet een auto kunnen niet meer in de weg komen. Ja, echt.
al niet langer. Ja, maar ze zijn op. Ze zijn al lang. Ze gaan met de auto erin. Kijk, staat in de fik. En de buschauffeur waar we nu mee rijden, die blust de bol.
Nee joh, hey, wapens jongen, wapens! Hey, Wolla, rij weg jongen, rij weg! Wapens is daar! Gekke huis.